Hallo, hier is Kingo, terug bij de iMind server, jongens. Welkom terug. En ja, er is dus heel wat gedaan. Ik heb heel wat gewerkt. En daar komt Timmy Boy toevallig net online. En tja, dat ga ik dus zo meteen laten zien. En ik heb ook het begin aan een soort van lore. Een soort van story wat ik wil doen in dit hele gebeuren. Maar dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar laten we eerst maar eens beginnen met wat ik dus allemaal heb gemaakt. Dus ja, jongens, ik heb de farm verplaatst. Hier zat eerst de farm en die heb ik dus nu verplaatst naar de Tarzo. En zoals je hier kan zien, hij is een heel stuk groter. Ik heb dus hier allemaal mijn carrot farms en mijn potato farm. Heel dat bij elkaar gedaan. En ja, jongens, kijk eens hier. Wat is dit? Dit is mijn huis. Ik heb het dus nog een beetje aangepast zoals ik zei dat ik zou gaan doen. En Sam en ik komen even langs. Gezellig. Is goed. Maar hoe heet het? Dit is dus mijn workshop. Kingo's workshop. En ik heb het dus een beetje aangepast, zoals je kan zien. Ik heb het mooi bekleed, ik heb de vloer aangepast. En ik heb hier mijn pig farm, zowel voor het eten en alles. Ook al gebruik ik eigenlijk ook baked potatoes daarvoor, baked potatoes, ja. En dan heb ik hier wat furnaces staan waar ik van alles koek en alles. Dus dat is allemaal super nice. En ja, dit is dus het huis waar ik voorlopig ga houden. Want ik ga hier voorlopig gewoon in wonen. Ik heb genoeg kisten voor nu. Als die kisten vol zijn, dan verzin ik er wel wat op. Hier heb je natuurlijk al een boom, dat weten jullie nog. Dit is dus mijn mijn ingang naar mijn mine. En ja, jongens, dan ga ik nu dus wel vertellen over hoe het zit met met de lore van mijn story. Want je weet dat daar een gat zat, hè? Op die plek, daar zo. Dat moeten jullie even vergeten. En dit klinkt misschien raar, maar je moet het even vergeten. Dus je moet net doen alsof dat gewoon een volledig vlak stuk zand was. Oké. Dus jongens, ik was hier dus een beetje naartoe gegaan. En ik wou een beetje gaan graven. Ik had zand nodig. En opeens kwam ik iets tegen. Een hard stuk zand. En ik dacht van, wat is dit? En ik ging een beetje verder graven. En toen vond ik opeens dit. Deze tempel. Wat de hel is dit? Het zat helemaal ondergrond. Het was helemaal begraven. En ik heb geen idee wat het nou is. Dus ik heb een beetje wat verlicht. Ik heb een beetje ingekeken. En ja, het ziet er best vet uit op zich, jongens. Het ziet er heel vet uit. En als ik hier een beetje kijk, hier liggen nog wat rare reliquieën en zo. Allemaal random blokken. En volgens mij, als ik het goed heb, kwam deze stenen van de top af, zeg maar. Dat het af is gevallen. Dus ja, dat is best interessant. Dus ik ben benieuwd wat dit nou precies inhoudt. Wat dit betekent. Of er een bedoeling achter zit. Dus ik weet het niet. Maar het is in ieder geval wel vet. Want het lag volledig als het begraven onder de grond. Dus ja. Oké, jongens. Even genoeg roleplaying. Wat ik dus heb gedaan is, ik heb dus heel dat gat opgedicht. Ik heb er dus dat dingetje opgebouwd. Dit is dus de tempel. Het begin van de tempel. Wat uiteindelijk mijn echte huis gaat worden. Maar wat ik dus ga doen is als een soort van verhaal achter iets. Hou ik het zo dat deze tempel volledig is ingegraven in het zand, in het desert. Dus wat ik dus wil gaan doen, is langzaam maar zeker graaf ik meer uit, dat ik dieper kan komen. En dan reveal ik meer van mijn tempel. Dus dat betekent dat over een paar episodes als ik terugkom, daar heb ik waarschijnlijk heel wat meer uitgegraven, heel dit gat zo. En dan zie je meer van mijn tempel. Dan zie je een stukje verder naar beneden, dan zie je groter geworden. En zo ga ik helemaal door en uiteindelijk wordt dit ding misschien wel 30 of 40 blokken diep. Wordt echt best diep. Ik denk 30 blokken is wel goed, ja. Dat is, anders ga ik weer overdreven doen. Dus 30 blokken diep. Dus het ding wordt 30 blokken hoog of zo. En heel breed. En misschien dat ik daarna onder de grond nog allemaal duntjes allemaal paden kan doen en van alles en nog wat. En tja, dus. Maar ik ga dus een klein beetje een story omheen draaien. Want dat vind ik wel leuk. Dus, maar wat dat, hoe en wat ik dan van plan ben, dat hou ik me even geheim. Want dat wordt nog, dat is nog een verrassing. Maar ja, dit lijkt me het hartstikke vet om hoe heet het te gaan doen. Dit soort dingen. Dus daarom dat ik er nu nog niet in ga wonen in het ding. Omdat, ja, nu kan het nog niet. Dus ik wil eerst nog een beetje wat verder gaan uitbreiden. Maar, dat komt nog wel. Dat komt nog wel, jongens. Dat uitbreiden verder. Maar ja, dit is dus voor nu. Dus dit is een soort van klein koepelachtig dingetje. Maar dan meer echt gewoon een soort van hutje. Met vier ingangen eraan aan alle kanten. Met de sterren en alles zo. En uiteindelijk ga ik het wel aanpassen. Want dit is zeg maar gewoon echt alsof het een ancient temple is. Dat ik gewoon vind van honderden of duizenden jaren geleden. En dat ik het uiteindelijk ga aanpassen naar een beetje meer mijn stijl. Dus dan, het zou kunnen zijn dat heel dat ding nog wordt aangepast uiteindelijk. Dat de bovenkant opeens nog een torretje door kan. Of weet ik het wat. Ik weet het niet precies. Zoals deze blokken die ik hier heb gezet. Dan ga ik hier bovenop zetten voor iets. En dat doe ik dus, dan zeg ik dan van ja, dat heb ik in elkaar gepuzzeld. En dan gewoon gezegd, want zo moet het, zo hoort het te zitten, zo om te zeggen. Dus misschien komen er nog andere kleine aanpassingjes. Maar dat moet ik allemaal nog zien. Maar dat is dus mijn idee, jongens. En dan de grootte van dit weet ik ook nog niet. Want het zit helemaal ondergrond. Het kan best zijn dat het echt enorm is voor de bodem. En dan tja, ben ik ook van plan waarschijnlijk die kant op. Dus waar nu al mijn spullen staan. Moet ook allemaal weg. Want dan ga ik een soort van
lange gang maken, helemaal naar daar, dat langzaam naar boven gaat, tot gewoon de normale laag waar we nu zijn. Waardoor je dus als je via daar komt aanlopen, dat je dan heel episch door een soort van ravijn loopt. En je dan uiteindelijk recht op de tempel afloopt. En ik heb dus besloten om het zo te doen, 2 bij 2 in het midden. Dat vond ik wel beter. Je hoort allemaal zombies van beneden komen. En ik heb geen idee wat dat is. Misschien zit hij nog wel een laag onder, jongens. Dat zou nog kunnen. Maar je weet maar nooit hoe groot dit soort tempels kunnen zijn. Oké, maar goed. Wat ik dus nog wil doen in de rest van deze episode is eventjes gaan kijken naar Tommy. Kijken wat Tommy tot nu toe heeft gedaan. Want dit is dus wat ik heb gedaan, maar ik ben niet zo heel erg online geweest nog tot nu toe. Ik ben van plan om vanaf volgende week meer online te gaan zijn. Na dinsdag of zoiets. En tja, dus ik heb nog niet zo heel veel online geweest, maar Tommy, die heeft al heel veel gedaan. Dus ik wil gewoon even kijken wat hij allemaal heeft. Deze episode gaat toch pas online over 2, 3 dagen zo, sinds ik het film. Ja, 2 dagen, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Dat ik het even laat zien. Oh ja, en dan kan ik trouwens nog wat andere dingen laten zien. En dat staat daar. Dat kan ik misschien eerst wel even doen, voordat we naar Tommy gaan. En dat is, ik heb wat dungeons gevonden. En ja, wat dungeons. Niet zomaar één. Ik heb er 2 gevonden. Heel erg bij elkaar. Dat is super nice. Want op de dashes, als je dan een dungeon vindt, dan stort het zand vaak in en zo. En dan kan je heel makkelijk dungeons spotten. En ik heb er dus 2 gespot. Ik heb er hier een gespot en daarheen. Dus tweetjes. Dus de eerste is hier zo. Even kijken. Ja, daar. Dat is een zombie spanner. Zoals je kan zien. En ik heb de kist heb ik al geloot, want dan zou deze pilaar niet staan. Maar degene waar ik meer in geïnteresseerd ben is deze hier. En dat is een skeleton spanner. Dus, yep, een skeleton spanner. Alleen, blijkbaar heeft Tommy ook een skeleton spanner gevonden. En die heeft hij dus nu al helemaal veranderd in een XP farm. Zo ver is Tommy al. Die heeft echt gewoon laatst livestream staan voor 4 uur en zo. Dus hij is echt al een stuk verder dan wat ik ben. Dus ik moet wat inhalen van de volgende week. Maar ik ben eigenlijk ook een beetje bezig met een ander spel waar ik even aan het doen ben. En gewoon wat andere zaken waardoor ik niet zo heel erg veel online kan zijn. Maar ja, dat zal binnenkort gefixt moeten worden. Even zien, waar is Tommy? Even op zoek naar Tommy's biome. Voor mij was het daar ergens in de buurt. Ik weet het niet zeker. Het wordt bijna donker, maar maakt niet helemaal uit. Want we kunnen toch niet gaan slapen, want Timmy Boy is online. Maar dus laten we even gaan kijken. Voor mij was het daar zo'n andere kant van de desert. Dus de desert is best wel groot en dat is mooi. Vanwege de tempel. Maar tja, ik zit dus ook nog te denken om. Uiteindelijk wil ik dus die tempel gaan aanpassen. Het zou goed kunnen dat ik ook de tempel wat hoger maak en zo. Maar gewoon vanwege dat lore-ideetje, dat story wat ik dus erin wil houden. Het is echt maar een beetje half hoor. Het is echt niks serieus. Het is gewoon zo van: oh ja, ik graaf het uit en oh, ik kom meer. Ik vind meer en alles. En dan, beetje op die manier wil ik dan aan jullie laten zien wat ik heb verder gebouwd, zeg maar. Maar ja, ik zie dus al heel wat licht daar zo. Dus daar zit Tommy ergens. Ik weet niet, ik weet nog steeds niet precies waar hij zit. Maar ik weet wel dat hij echt heel veel wil gaan doen met riviertjes en met grotten en met weet ik het wat. Hij heeft best wel vet ideeën. Ook met resten wil hij dus heel veel gaan doen. Maar dat wisten jullie al, dat had hij al in episode 1 gezegd. Maar ja, even mezelf helemaal volvreten voordat we verder gaan kijken. En ik ben benieuwd. Ben benieuwd wat hij allemaal heeft. Dus ja, het enige wat ik weet is dat hij dus al heel wat ideetjes heeft en dat hij al een skeleton farm heeft. En wat enchanted stuff. Maar ik weet voor de rest niks. Dus laten we even gaan kijken of we iets kunnen vinden. Hopelijk worden we niet opgeblazen. Want dat zou niet fijn zijn. Ik heb nog wel een volledig stuk iron. Maar mijn iron begint dan alweer bijna op te raken. Dus oké, torches. Volgens mij loopt dat dan naar zijn beest toe of zo. Tenminste, dat lijkt mij zo. Laten we even kijken. Bunny. Bunnies. Oké, of heeft hij gewoon heel dit stuk verlicht helemaal? Kan ook. Oh boy, waar zit hij? Daar zit hij ook. Ja, hier is het. Hier is zijn huis blijkbaar. En oh wow, hij heeft de armor stands en alles. Wat heeft dit? Pot, daar wordt het pot, oké. Dat wist ik dus al. Hij heeft hier dus al een volledig enchanting table. Een nether portal heeft hij al. Hij heeft cow farm. Wat de hel is dit? Ik weet niet wat dit betekent, maar dat zal vast iets zijn in zijn episodes. Dus dat is wel grappig. Zijn bed. Hij heeft ook een varken, een piggy farm. En voor de rest heeft hij al heel veel hout al, gaat hij al wegzetten. Oh, dang. Hij heeft echt al veel hout. Oh, hij heeft ook al naar de end geweest, naar de ender pearl gaan halen. Want ender pearls die kan je dus ook halen. Want als het goed is er een ender farm. Als ik het goed heb. Maar ik heb zelf niet daar gekeken. Anyway, dat ziet er best nice uit, Tommy. Ziet er best nice uit. Laten we de pad maar even volgen. Kijken of we dan iets kunnen vinden wat hij nog hiermee bezig was. Hier zo bijvoorbeeld. Pad gaan naar stores. Dus hier wil hij iets van de stores gaan maken. Dus dat lijkt me best wel sick om te zien. Ah ja, en dit wil ik dus doen. Dit is een soort van grot. En dan wil hij hier iets van redstone doen ofzo. Dus hij plaatst overal op dik wat hij wil. Deze kan je super mooi maken, dat is wat hij wil doen. Huisje komt hier blijkbaar. Oké. Kijken of hier nog iets is. I don't know.
Hier zit ik ook huisje of zo. Pad maken, terraformen, oké. Okay. Ja, als ze ideeën zetten, dat is wel door de rivier of zo. En dan een brug. Dus ja, dat is heel erg vet. Dat is ook een leuk idee. Ik ben benieuwd wat Tommy mag doen. Tommy gaat echt natuurlijke shit doen. En ik ga dan meer een ancient tempel doen, die ik dan uiteindelijk zelf helemaal naar mijn eigen stijl ga maken. Dus dat is een beetje het idee. Dus ja, maar ik weet niet welke volgorde ik het ga doen. Ik weet niet of ik eerst in mijn huis ga blijven tot ik dat helemaal heb uitgegraven. Want dat is niet het eerste wat ik ga doen. Dus het zal best wel snel gaan dat ik dan heel die tempel maak en uitgraaf, zeg maar. Dus dat gaat niet al te lang duren. Het gaat heel veel tijd kosten, dat wel. Maar dat is gewoon iets waar ik nu gewoon mijn tijd in kan steken. Zonder dat ik echt veel... Dan kan ik lekker veel doen zonder te hoeven filmen, zeg maar. En dat is voor nu is dat super chill. Dat ik dan lekker veel even kan doen. Dus het zou best kunnen zijn dat dan bij de eerste van de episode, dat we dan weer... hoe heet het? Dat ik dan weer wat ga laten zien. Over mijn tempel en zo. Want dan heb ik waarschijnlijk heel stuk verder gewerkt. En dan heb ik waarschijnlijk ook een beter idee erover hoe of wat ik het wil. Maar dan gaat enorm veel armen gaat er wel doorheen. Want ik heb super veel shells bij me en heel wat pickaxen. Dus dat is ook de hoofdreden waarom ik dat armen blok had gepakt van Span. Of die stack armen bloks. Om daar gewoon helemaal uit te gaan lopen hollen. Dus ja, maar dat lijkt me in ieder geval super vet. Hopelijk vind je het ook een beetje vet, jongens. En dan, dan wordt het als het goed is een super vet huis. Want uiteindelijk dus als die tempel af is... Dan ga ik er echt in wonen. Uiteindelijk wordt die tempel dus mijn echte huis. En dan gaat al dat hout wat ik nu heb geplaatst. Al die oude huisjes gaan waarschijnlijk weg. Omdat ze in de weg staan. Maar dan moet ik nog even zien. Dus tenminste dat denk ik wel, ja. Oh ja, en ik heb trouwens ook. Daar heb ik nog niet eens over gegaan. Ik heb hier een heel torch grid gemaakt. Zodat er op heel groot stuk helemaal geen één mob spamt. Dus dat is ook super nice. Dus ja. Maar goed. Even kijken. Was dat alles wat ik wil laten zien? Ik denk het wel. Volgens mij wel. Dus ja, het is donker, want ik werd echt helemaal belaagd met enorm veel mobs en alles. Dus ik heb gewoon heel dit gedaan nu. En nu heb ik er heel stuk minder last van. Alleen het probleem is af en toe spant er wat op mijn huis of zo. Maar ja, dan vlieg ik gewoon mijn eigen huis in. En dan zijn we er vanaf. Dus ja, ik ga nog even mijn varkens een beetje eten geven nu. Kom eens hier, jullie piggies. Ja, oké. Okay. Wacht even nu. Even dat ding wegdoen. Oké, zo. Kom hier. Ook een beetje deze een beetje doen. Zo. Al die kleine piggies. Het stikt van de kleine piggies, dus dat is nice. Oké, zo. En ja, jongens, dus dat was voor deze episode. Ik weet dat Timmy bij hier naartoe gaat, maar dan hou ik misschien voor de eerste van de episode als het iets boeiends wordt. En anders dan vertel ik het wel gewoon, als hij nog komt. Maar goed, dat was het dus. Dus hopelijk heb je genoten van deze episode. Redelijk kort, alleen maar wat show, ik weet het, jongens. Maar, ik wou dus gewoon mijn idee gewoon graag vertellen. En dan kan ik dus nu flink mee verder. Dus de eerste van de episode, dan ben ik waarschijnlijk hier een heel stuk mee verder gegaan. Heb ik misschien wat meer uitgegraven of zo. I don't know. Maar, misschien heb ik nog wel andere dingetjes gemaakt waar ik dan zin in heb. Misschien ga ik nog minen. Heb ik wat enchanting tables, bla bla bla. Allemaal dat soort dingen. I don't know. Maar we zien wel. Dus jongens, vergeet natuurlijk een like achter te laten. En dan zie ik jullie terug bij de volgende episode. Dus bye bye. En tot dan.